De gemeente Bergen op Zoom is niet tevreden met de maatregelen van ProRail tegen geluidsoverlast door goederentreinen. Volgens de gemeente moeten voor het traject door Bergen geluidsschermen komen op plekken waar ze nu niet gepland staan. En op plaatsen waar ProRail ze wel wil hebben, zouden ze juist niet nodig zijn. Het geluidsplan is nodig omdat het de komende jaren een stuk drukker wordt met goederentreinen op de Zeeuwse lijn. ProRail houdt dinsdag 18 mei om 19:30 in de Rijberg een informatieavond voor bewoners.